Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Kart 8 Deluxe, de 150cc Gold Run met de nieuwe DLC banen. We hebben hier Petey Piranha, maar die gaan die het gaat helemaal fout. We hebben natuurlijk Petey Piranha, maar die gaan we niet zijn hoor, maar ik wil eigenlijk dat uitroeptekentje gewoon even bij hem weg. We hebben Diddy Kong, we hebben Funky Kong, we hebben Pauline. En we hebben Peachette, wat ik een beetje een rare karakter vind. Maar ja, hij zit er toch in. Goed, voor welke gaan we? We gaan denk ik voor Diddy Kong. Laten we voor Diddy Kong gaan. Verder kunnen we dit gewoon hetzelfde houden als dat het al was. En dan gaan we naar de nieuwe cups. We hebben hier de Acorn Cup. Rome Avanti, DK Mountain, DC Circuit en een gloednieuwe Piranha Plant Cove. Ik heb wel een heel set verhaal. Zoals jullie misschien al weten, is de baan waar we het al alle DLC's over hebben, is niet in de game gekomen. Ik ben zeer teleurgesteld. We hebben helaas niet Wario Colosseum in de game gekregen. En dat vind ik echt onzin. Want we hebben allemaal van die onzin tourbanen zoals deze. Maar geen Wario Colosseum. Nu zal hier in de Avanti van Rome vast een Colosseum zitten, maar niet de Colosseum die we allemaal willen. Tenminste, die alle supercoole Mario Kart mensen willen. Want dat ben ik, een supercoole Mario Kart mens. Oh, dat ging niet helemaal goed, maar we hebben... Alles ging fout. Oké, we hebben nog steeds een banana om achter ons te houden. Coconut Café. Hey, wat een vuile bitch. Ik word hier gewoon heel hard in mijn poepert genomen. Daar word je bang van. Oké. Eerste ronde is voorbij. Goed. We moeten ook wat uit mij hebben. Oké. Hier, vuile mini Luigi bitch. Ik sta eerst, maar ik zag wel iemand anders rijden. Dan gaat er iets niet helemaal goed bij die andere persoon, denk ik. Dan denk ik jullie. Oké. We zijn het Colosseum nog niet in geweest. Ik verwacht. Oh, dat was wel de Trevifontein. Die hebben we nu wel gezien. Oh, dit is het Colosseum. Ja, dat is wel een beetje een anticlimax. Nou, we kopen het café weer. Fuzzies. Hoppatee. Nou, de eerste baan is in ieder geval helemaal gehaald. Volgende race biedt dit. We gaan nu DK Mountain doen. Dat is een van mijn OG banen. Dus ik ben benieuwd hoe die deze keer weer geremaked is. Of er echt duidelijke verschillen in de GameCube en de Wii versie zitten. Ik kom natuurlijk uit de tijd van de GameCube versie. Het ziet er in ieder geval al mooier uit. Maar ja, dat is ook niet zo moeilijk als je het vergelijkt met de GameCube versie. Nu was er niet zo heel veel improvement toen die naar de Wii ging. Maar ik zie nu in ieder geval qua graphics in ieder geval een goede upgrade. En het OG liedje. Oh, is dat dichtgezet? Normaal was het toch helemaal open.
Kijken of de brug nog veranderd is. Nee, de brug is nog hetzelfde. De brug is wel wat breder voor mijn gevoel. Breder en korter, maar dat kan puur een gevoel zijn. Oh, net te laat. Oeh, opeens een golem op het veld. Kijk, deze baan ken ik, dus dat, is wel, dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Boze vulkaan, hallo boze vulkaan. Dit is zo jammer. Goed, tweede baan ook weer, als eerste gefinished. Dat was met Daisy Circuit uit Mario Kart Wii. Op zich een leuke baan, als ik zo een beetje kijk. Maar niet dat je denkt van, wow, dit had echt geremake moeten worden. Dat helemaal niet, maar... Boo. Okay, een bommetje. Nou, oh, ik had gewoon een banaan, kut. Ik had gewoon een banaan, maar ik gebruikte hem niet. Wat ben ik een loser boy. What the fuck, zag je weer een rood schild? Ik word echt helemaal geterroriseerd hier. Als er nu nog één item komt, dan ben ik zo hard genaaid. Nice. Alleen nog de compleet nieuwe baan te gaan. De Piranha Cove of zoiets.
Zouden ze daar het liedje van Mario Wonder in doen? Na 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 na. Ik hou van originals. Nou. Oh, vette baan op zich. Lange baan ook. Ah, valt mee. Ik dacht van, moet nog een heel stuk, maar dat viel mee. Nou, weer. En nu gaan we anders, Will. Dit is wel vet, dat we nu anders gaan. Oh, opeens een plomp. Wat gebeurt er? Maat. Ik weet nog steeds niet zo goed wat ik van banen vind die halverwege anders worden. Vet. Nice. 3 sterren. Hotsenvlot. Lekker. Zou Nando zeggen. Heel ziek. Oké. Okay, nice. Kom erop met die cup. Nice. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag volgende keer bij de allerlaatste aflevering. Adios, amigos.